Mijn naam is Johan Opzomer, ik ben 52 jaar. Ik werk bij de haven van Brussel sinds januari 2006. Mijn job omvat onderhoudsprojecten en aanbestedingen. Wat houdt dat in? Dat is beschrijven wat er moet gebeuren, budgetteren, planning opmaken, aanbestedingsdossier opstellen, goedkeuringen bekomen, dan de opdracht toekennen aan een aannemer, dan die opdracht volledig volgen van A tot Z in kwaliteit, budget en timing. En dat voor meerdere projecten. Er zijn natuurlijk ook altijd lopende onderhoudszaken die eigenlijk nooit stoppen. Er is altijd wel een schadegeval. Dat kan een verzakking zijn, dat kan boulders die afbreken zijn. Iets dat in het water is terechtgekomen en dat een hindernis vormt. Dus er is altijd onvoorziene werk. We weten ongeveer uit historische gegevens hoeveel dat er elk jaar gebaggerd moet worden, in volumes. We weten ook waar dat die stoffen zich bezinken, dus dat is ook geweten. In de loop van de tijd is mijn werk veranderd, dus te zeggen dat er altijd nieuwe zaken bij komen, er is altijd afwisseling. Dus het fijnste aan mijn werk is dat het gevarieerd is, uitdagend is, je hebt autonomie, je hebt verantwoordelijkheid, dus de resultaten moeten er zijn, met als gevolg dat de klant tevreden is. Hè. Mijn naam is Johan Opzomer, ik werk bijna 17 jaar voor de haven van Brussel. Wij met onze collega's, de aannemers, de directie, wij maken het verschil.